Ondanks de slechte kwaliteit van de woningen blijven de bewoners zich verzetten tegen afbraak. Sinds 1974 worden ze daarbij gesteund door een progressief stadsbestuur. Vooral wethouder Max van den Berg maakt zich sterk voor het behoud van de oude Groningse stadswijken. De eigenaar van de huizen op de hoogte wil de wijk het liefste slopen. Maar de gemeente weigert toestemming. De bewoners krijgen de kans om hun wensen naar voren te brengen. Zij willen renovatie en samenvoeging van kleine huizen tot grotere, zodat er gezinnen op de hoogte kunnen blijven. Maar van plannen maken tot huizen verbouwen is een lange weg. Na 3 jaar vergaderen is er nog steeds niets gebeurd en ondertussen grijpt de verkrotting om zich heen. Als gevolg daarvan trekken meer en meer teleurgestelde bewoners uit de wijk weg. De Hoogte was een van die wijken die op de